Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken witloof in de oven. We gaan beginnen met ons witloof. Dus we nemen een kokot, we nemen wat boter, de boter lichtjes laten smelten, we plaatsen de witloof erin, kruiden met peper en zout, we voegen wat tijm eraan toe, een blaadje lolier en we gaan nu de witloof mooi onderzetten met water. Nu nemen we wat bakpapier, we klooien dat mooi dubbel, mooi erop gaan leggen, de deksel erop gaan we laten garen ongeveer een 15-tal minuutjes totdat de witloof beetgaar is. We zijn nu 15 minuutjes verder. We gaan nu even met een mes in de witloof steken en als je voelt dat er niet veel weerstand is, dan is de witloof eigenlijk goed. Dus de witloof die is eigenlijk perfect. Nu gaan we het papier verwijderen. Nou, de witloof mooi eruit halen. Nu nemen we de Ganda ham, de witloof. Nu gaan we dat dan mooi strak lekker gaan herrollen. Nu gaan we de saus maken. We nemen een potje. We gaan eigenlijk een roux maken. Dus eigenlijk wat boter. De boter smelten. We gaan niet laten bruinen. En ik wil eigenlijk een blanke roux hebben. Dus eigenlijk mooi roerend. De boter laten smelten. Dan gaan we ons vuur wat zachter zetten. En we gaan eigenlijk een mooie roux maken. Dus de roux die is warm. Dan gaan we daar de room aan toevoegen. Niet alles in één keer, maar beetje bij beetje. En heel mooi alles losroeren, zodanig dat je eigenlijk geen brokjes of stukjes meer gaat hebben in je saus. En zo ga je eigenlijk ook wel een heel gladde saus. Dan gaan we nog wat kookvocht van de witloof eraan toevoegen. Dat gaan we nu goed laten doorkoken, zodanig dat je een mooie binding hebt. Even kruiden met peper en zout. Je ziet de saus is nu echt wel mooi aan het tikken. Je ziet hem mooi dik worden. We gaan hem even laten opkoken. Dan gaat hij eigenlijk terug van het vuur. Dan gaan we de kaas eraan toevoegen. Een klein beetje peper en zout. De jus mooi over de witloof doen. De witloofrolletjes met Ganda ham. En dat mag echt wel rijkelijk bedekt zijn met saus. Gruyère kaas aan toevoegen. Dat gaat een heel mooi korstje geven in de oven. Nu gaan we de Ganda ham witloofrolletjes kort gratineren op de grillstand in de oven. Ik heb de oven al voorverwarmd gedurende 3-4 minuutjes. Witloof in de oven, gegratineerd. Ganda ham, witloof, kaas. Super lekker, first class. Tot de volgende keer en smakelijk.